Ja. Dit is NAKPRAAT. Dit is NAKPRAAT. Dit is NAKPRAAT. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. De ratbol van deze week. We kunnen het eindelijk eens over bier gaan hebben. En dan gunnen we onszelf maar, nou, ik denk nog 3 minuten om te praten. Ja, of zo. Dat klopt, ja. Want we moeten natuurlijk ook nog Nostradamen met Nostradamen. Voorspellingen en dergelijke. Dat zijn twee wedstrijden, dus we hebben borst maar nat. Ja. Ja. Zo, maar we hebben vorige week hebben we een poll gemaakt, hè, vorige week. En dan hadden we iedereen laten beslissen wat de poll van deze week moest gaan zijn. En het feit dat we natuurlijk net de wedstrijd achter de rug hebben, NAC-VVV, de eerste thuiswedstrijd na de winterstop. En dat betekent dat we een nieuw biertje hebben, want het contract was afgelopen. Nieuw contract aangediend met Amstel Bier. En eerst hadden we Bavaria, misschien hadden we Jupiler willen hebben, misschien hadden we Hertogan willen hebben, Maasbier. Oké, zo hebben we er 4-5 genoemd. Ze zijn weer helemaal safe bij de reclamecodecommissie. Ja. Maar wat staat er dan uiteindelijk op nummer 6 in die fantastische rapport? Ja, nummertje 6 met 7% in de laatste peiling. Het schijnt minder lekker te gooien. Ja. Ja, de bekertjes zijn van betere kwaliteit, dus die blijven beter aan je handen plakken. Ja, door, haakjes. 7% zegt, het gooit minder lekker. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is toch een minpuntje, toch? Ja. Nummer 5. 14%, u gaat grotere bocht dan Bavaria. Ja, we dachten dat het niet slechter kon dan Bavaria. Ja, dus, maar er zijn dus 14% van de mensen die denken dan, we hadden beter afgewist met Bavaria. Ja, ik vond het meevallen. Ja, ik had ook wel al flink... Ik was broodje katje nuchter toen ik aankwam. En het heeft mij eerlijk gezegd verrast. Mijn optie die ik aangevinkt heb, die moet nog komen. Oh, staat die toevallig op nummer 4? Nummer 4. Oh ja, er zijn er wel heel veel met 70%. Er staan er 3 op nummer 4. Nummer 4 en nummer 3 en nummer 2. Dat is... Oh, was er nieuw bier? Proefde geen verschil. Dat was... dat was hem trouwens niet die ik bedoelde. Maar... er zijn die zet je stiekem op nummer 2. Ja, maar er zijn mensen dus gewoon echt half slapend zo het stadion binnengelopen. En die hadden geen flauw benul. Die gaan gewoon een automatische piloot. Die lopen naar de bar. Hup, 6 bier. Wat is dit? Nakmuts. Oh, leuk. Hartstikke fijn. Zuipen. En die gaan naar huis. En die hadden ineens door dat nieuw bier was. Die hebben natuurlijk ook. Die gaan helemaal op de automatische piloot. En dat is prima. Op zich is dat goed teken. Hè? Dat mensen gewoon... in ieder geval het verschil niet hebben geproefd, in ieder geval in negatieve zin. Dus er zit wel een plusje bij achter deze optie van oké, dat is een positief. Ik zie dit als een positief resultaat voor Amstel. Nummer 3, Mike, je mag hem uitkiezen. dat smaakte best oké. Okay. Ja. Kan nooit Amstel zijn geweest. ja, dat was de optie die ik heb aangevinkt. kan nooit Amstel zijn geweest. Ja, ik ken de smaak van Amstel een beetje. En dat is natuurlijk Amstel, andere omstandigheden die waar het erin getapt wordt. En andere temperaturen, wat harder druk op de tap en zo. Rap taps en het komt niet recht uit één enkele tap, et cetera, noem maar op. En ik herkende de smaak er moeilijk in. Maar het drinkt er best oké weg. Dus... ik had even mijn twijfels. Dus dat 17%. Ik zet er ook wel een plusje achter. Dat 17% het wel een oké keuze. Voor nummer 2 en 1 heb je nog precies 37 seconden. oké. Ah. Ja. Voor nummer 2, voor een mooie nakmuts drink ik mijn eigen zeik nog op. Ja, dit kan je natuurlijk positief of negatief uitleggen. Want voor een mooie nakmuts drink ik mijn eigen zeik nog op. Of... voor een mooie nakmuts drink ik mijn eigen zeik nog op, zeg maar. Alsof het Amstel ook zeik zou zijn. Nou ja, moeilijk. Ja. Hele moeilijke pol. moeilijke pol. Ja. Ik zet hier toch een plusje achter dat mensen hier toch wel een positieve actie hebben. Mooie nakmuts moet niet zo heel hard dempen, want dan horen we de mensen niet meer op de tribune dan mag ik wel zingen. En dan de nummer 1. Nummer 1. Ja, Mike. Ophef om niets. Het is gewoon een lekker biertje. 28%. 28%. Dat vind ik best fors. Ja, dus dat is wel een goede 100 man. Ja. Wie dat vindt. Ja, ik denk dat ze zo rond de 60-70% gewoon een positief oordeel hebben gegeven aan het feit dat Amstel het nieuwe Amstel bier is. Van harte gefeliciteerd namens ons. Ja, en nou willen wij bier. En dan zou ik zeggen, we hebben nog precies 1 minuut en 40 seconden. Dus we gaan...